Ik heb trouwens. Ik heb reclame lopen. De hesjes hangen klaar voor de All Stars FC Groningen. Na de warming-up mogen de 60-plussers beginnen aan het echte werk walking football. De naam zegt het al, walking football is voetballen, maar dan wandelend. Wordt er gerend, dan fluit ik af, is het overtreding, is het bal voor de andere partij. Oei. Ook bij vrijlopen. Dus niet alleen als ik in balbezit ben, maar ook als mijn medespeler vrijloopt en die gaat rennen, is het ook een overtreding. Dus wij gaan daar heel erg op letten. Walking voetbal is een vorm waarbij je niet gerend mag worden. Dat is het belangrijkste aspect waar het anders is dan bij het reguliere voetbal. Tevens is het zo dat de bal onder de heup moet blijven. Daarbij zijn er nog een aantal kleine regels, zoals de bal uit is geen ingooi, maar is een intrap, hè, om de bal ook laag te houden. Maar vooral het eerste aspect, het walking, hè, het wandelen, dat is het lastigste. Walking voetbal is in het begin nog best lastig. Rennen. Rennen mag echt niet. Nee, dat mag niet. Maar dat is fijn, dat is een kwestie van winnen. Misschien dat je in 20 lessen daar een beetje aan gewend bent. Maar dat zien we dan wel weer. Oh, rennen! Volgens mij is het nog best lastig. Ja, het valt nog niet mee. Je bent gauw geneigd om toch iets sneller te gaan. En ja, dat mag niet, hè? Ja, moet even wennen, maar gaat wel lekker. Conditie nog een beetje beter. Dus gaat goed komen. Hou die voet aan de grond, hè? Probeer erom te denken. Wij weten uit ervaring dat dat 3 tot 4 trainingen de tijd nodig heeft. En dan is men daar wat meer aan gewend. En dan gaat dat ook prima. Okay. En gekozen is ook om ook iedereen te kunnen laten participeren. Niet alleen maar degene die wel kan rennen, maar ook degene die er wat moeite mee heeft. Ja. Nou, zo pak je beide doelgroep. Dus je ziet, het is wel een hoop plezier. Dus dat gaat goed. Ja. Tot en met juni wordt er elke donderdagochtend getraind door All Stars FC Groningen op het sportpark van VV Hogezand. Dus in 20 weken gaan we primair echt met voetbal bezig. Hè? Want daar gaat het de jongens ook om. Ze willen vanuit de warming-up zo snel mogelijk hier naartoe om te voetballen. En daar gaat het ook om. Dus we maken het dan klein, zoals nu een 2-2 vormpje. En straks naar de 7-7. Hè? Op een veld met afmetingen die aanmerkelijk kleiner zijn als normaal. Dus de afstanden zijn veel kleiner. Dus voor hun ook heel goed te doen wandelend. Dus zo ziet het er een beetje uit.